Dit is ons verkiezingsprogramma. Hierin staan al onze plannen voor Nederland. En ik kan me zomaar voorstellen dat je niet dit hele verkiezingsprogramma van A tot Z gaat lezen. En daarom vat ik het kort voor je samen in deze video. Ons verkiezingsprogramma is onder te verdelen in 6 hoofdstukken. Klimaat, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen en verbinding. Daar gaan we. Hoofdstuk 1. Klimaat. Met onze plannen is Nederland over ongeveer 25 jaar helemaal klimaatneutraal. Onze klimaatplannen in het kort. Er komen betere en goedkope internationale treinen en minder korte afstandsvluchten. We planten 17 miljoen bomen, de beste CO2-vangers op aarde. Er komt een CO2-heffing voor grote vervuilende bedrijven. We schaffen de bio-industrie af en halveren de veestapel. We stoppen met het gebruik van wegwerpplastic. En we stoppen ook de miljarden subsidies voor de luchtvaart en de fossiele brandstoffen. In plaats daarvan gaat de overheid op alle daken in Nederland zonnepanelen leggen. We verdubbelen het aantal windmolens op de Noordzee. We breiden de Nederlandse natuur met 100.000 hectare uit. Er komen snel fietspaden en beter openbaar vervoer. En we zetten een klimaatfonds op van 60 miljard euro. Waarmee we bouwen aan een groene economie, wat ook nog eens 100.000 nieuwe banen oplevert. Hoofdstuk 2. Zorg. Dat was 4. Hoofdstuk 2. Zorg. Door marktwerking en privatisering is de menselijkheid uit de zorg verdwenen. Verpleegkundigen zijn soms wel tot 40% van hun tijd kwijt aan administratie. Tijd die afgaat van de aandacht voor een patiënt. De zorg is een product geworden. En wij gaan dat zorgsysteem verbeteren met deze plannen. Private zorgverzekeraars, dat worden zorgfondsen zonder winstoogmerk. En een zorgverzekeraar wordt flink goedkoper. Niet minimaal 90 euro, maar maximaal 10 euro per maand. Het eigen risico gaat van 385 euro naar nul voor lage en middeninkomens. We investeren in de jeugdzorg, de GGZ en de ouderenzorg, zodat mensen niet meer jaren op een wachtlijst hoeven staan om geholpen te worden. Hoofdstuk 3. Onderwijs. Goed onderwijs is de basis van een gezonde samenleving. Maar de afgelopen jaren bleven de klassengroottes alleen maar groeien en liep het lerarentekort steeds verder op. Onze onderwijsplannen in het kort. Er komen klassen van maximaal 21 leerlingen. Kinderopvang wordt 4 dagen in de week gratis. Dan hebben we die kinderopvangtoeslag niet meer nodig. We brengen gratis zwemles weer terug in het basisonderwijs. Docenten krijgen hetzelfde betaald in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. En de basisbeurs voor studenten komt terug. Hoofdstuk 4. Wonen. In de afgelopen 10 jaar zijn de huren gemiddeld 35% gestegen. En een gemiddelde koopwoning kost nu 360.000 euro. De politieke keuzes van de afgelopen rechtse kabinetten hebben geleid tot een regelrechte wooncrisis. Dit zijn onze plannen om die wooncrisis op te lossen. We voeren een maximale huur in, ook in de vrije sector. We bouwen de komende 10 jaar 1 miljoen betaalbare woningen. We stoppen met flex- en jaarcontracten en maken vaste huurcontracten weer de norm. We voeren een woonplicht in, zodat huizen niet worden opgekocht om te verhuren met winst. En de sociale huur wordt ook toegankelijk voor middeninkomens. Hoofdstuk 5. Werk en inkomen. De afgelopen jaren is de ongelijkheid gestegen. Het is niet normaal als de baas van een groot bedrijf 171 keer een gemiddeld loon verdient. Ondertussen werd de bijstand verlaagd, waardoor de armste Nederlanders nog armer werden. En de dakloosheid is enorm gestegen. Meer dan 40.000 mensen hebben geen dak boven hun hoofd. Dat moet anders. Als het aan GroenLinks ligt, gaan we dat zo regelen. Het minimumloon verhogen we fors. En het minimum jeugdloon, dat schaffen we af. Gelijk loon voor gelijk werk. En heb je een laag of middeninkomen, dan betaal je bij ons minder belasting. En met een topsalaris verdien je meer en betaal je in onze plannen dus ook meer. Miljonairs gaan 1% belasting betalen over hun vermogen. Multimiljonairs 2%. En daarmee betalen we een startkapitaal van 10.000 euro voor iedere jongere. Voor je studie, maar als je niet gaat studeren is het vanaf je 23e bijvoorbeeld ook te gebruiken om een eigen bedrijf te beginnen. De leenstelselgeneratie, die gaan we compenseren. Ook zij krijgen met terugwerkende kracht recht op het startkapitaal. Vaste contracten worden weer de norm in plaats van flexcontracten. De bijstand en de AOW gaan weer omhoog. En als je te weinig verdient om van rond te komen, krijg je een aanvulling op je inkomen. Hoofdstuk 6. Verbinding. GroenLinks strijdt voor een inclusieve samenleving waarin institutioneel racisme en discriminatie keihard worden aangepakt. Waarin je je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. Met deze plannen willen we daaraan bijdragen. Er komt een nationaal coördinator antidiscriminatie. We strijden actief voor meer vrouwen, LGBTIQ+ mensen en mensen van kleur bij de politie. We versterken de rechtsbijstand en sociale advocatuur, zodat juridische hulp voor iedereen toegankelijk is. En we helpen mensen die hun land zijn ontvlucht voor oorlog en geweld. Met zorg, onderdak, taalles en rechtshulp. We openen nieuwe bibliotheken en buurthuizen. We investeren in kunst en cultuur. Nieuw talent en nieuwe culturele plekken door het hele land. Zo, dat was de samenvatting.
En vaak krijg ik dan de vraag, mooie plannen, maar hoe ga je dat betalen? Het probleem is niet dat het geld er niet is. Nederland is rijk genoeg. We moeten het alleen anders verdelen. Op dit moment geeft de overheid jaarlijks miljarden uit aan subsidies voor fossiele industrie. Kortingen voor multinationals en pandjesbazen en ga zo maar door. Allemaal uitgaven waar de meeste Nederlanders niets van terugzien. Als het aan ons ligt, gaan grote bedrijven en miljonairs een eerlijke bijdrage leveren, zodat het geld terechtkomt bij de samenleving. Een duurzame en eerlijke samenleving voor iedereen. Ga stemmen!